Nou, in Engeland doen ze dit al langer. Daar heet de werkstraf Community Payback. Dat staat ook op de achterkant van de hesjes. En de ervaring daar, dat doen ze sinds 2008 daar, is dat het eigenlijk heel positief ontvangen wordt. Ook daar reageert de buurt of de omgeving heel positief over het feit dat werkgestraften iets zinvols terugdoen voor de samenleving. De delinquenten willen niet in beeld. Dat is blijkbaar nog meer stigmatiserend. Sommigen lieten de tekst onverschillig, anderen vinden het een verzwaring van de straf voor relatief lichte vergrijpen. Kijk, de mensen gaan er nou kijken naar je. Je draagt dit vestje wel. En er staat een tekst achterop. En dan gaan de meeste mensen denken van, hey, daar moet ik vandaan blijven. En zo help je de mensen niet. Zo help je de mensen niet naar de maatschappij toe. En zo help je ook niet de mensen niet met weer met andere mensen om te gaan. Kijk, en als jij een tekst achter op je rug gaat zetten, ja, dan zeggen de mensen ook, die gaan schrikken. Waarom wil de reclassering dit doen? En wat we daarmee proberen te bereiken is dat mensen zien dat deze mensen ook waar ze rotzooi hebben getrapt iets nuttigs terug doen. Want daar gaat het uiteindelijk om met de werkstraf. Is er gekeken onder degene die hesjes moeten gaan dragen of zij dat willen? Nee, we hebben niet een onderzoek gedaan, een enquête of iedereen het goed vindt dat ze een hesje gaan dragen. Bij de organisatie hebben we gewoon gekeken naar wat zijn de ervaringen uit de praktijk hier in Nederland en wat zijn de ervaringen in het buitenland, in Engeland. Daar zijn positieve reacties ontvangen. Wij horen hier geen negatieve geluiden. Dus dat is de reden waarom we zeggen we gaan dit geleidelijk invoeren. Hebben zij de keus? Uiteraard, als iemand er echt een discussiepunt van maakt, zijn we altijd bereid om met iemand in gesprek te gaan. Wanneer de huidige hesjes met het oude logo versleten zijn, worden ze geleidelijk vervangen door de nieuwe, beter herkenbare hesjes.